Er wordt op veel Gelderse wegen te hard gereden. Het gaat ten koste van de verkeersveiligheid en het CDA wil dat de provincie daar wat aan doet. Ik vind het zeer onveilig, ja. Soms moet je uitwijken en dan is het nauwelijks plek om uit te wijken. De Gelderse natuur staat onder druk, maar de provincie heeft er vertrouwen in dat met de juiste maatregelen het tij gekeerd kan worden. En waar komt de melk vandaan en het vlees en de kaas? Leerlingen van basisscholen krijgen de antwoorden op die vragen op het boerenerf. Ik dacht dat het van kaas was gemaakt, kaas. Goedenavond. Het is bekend dat er op veel plaatsen te hard gereden wordt. Maar de politie controleert op die plaatsen niet op snelheid. Dat is het geval op een aantal Gelderse provinciale wegen. Hardrijders lijken daar vrij spel te hebben, blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland. Deskundigen reageren verbaasd en het CDA in Gelderland wil opheldering van het provinciebestuur. Ik vind het zeer onveilig, ja. Soms moet je uitwijken en dan is het nauwelijks plek om uit te wijken. Via deze meetlussen in de weg is vastgesteld dat hier veel hardrijders zijn op de 60-weg tussen Borculo en Haarlo. Volgens het meetpunt van de provincie rijdt een overgroot deel te hard hier. We zijn hier bij de N822 en hier wordt dus bijna 70% van de automobilisten rijdt hier dus te hard. Dus we maken ons ook zorgen of hier de verkeersveiligheid niet het geding is. Net zoals op al die andere wegen waar er zoveel te hard gereden wordt. Maar we hopen dus vooral dat de gedeputeerde staten actie ondernemen om ook echt een plan te maken hoe we hiermee om moeten gaan. Nou, het is triest, die hoge snelheden, want het leidt tot meer ongevallen. En we willen het aantal ongevallen, verkeersongevallen, terugdringen. Er zou meer moeten worden gecontroleerd door de politie. De provincie zou op onderdelen de weg kunnen aanpassen. En tenslotte is het gedrag van de mensen zelf wat verandering behoeft. Waardoor die snelheden hopelijk dan toch omlaag zullen gaan. Dat is iets wat je dus op meer provinciale wegen ziet. Dit is wel een uitschieter. Hier wordt dus wel echt te vaak te hard gereden ook. Maar daarom gaan we vandaag dus ook vragen stellen aan de gedeputeerde staten van hoe zij hier tegenaan kijken en wat ze hiermee willen gaan doen. Er wordt hier nog niet geflitst. En zowel de provincie als de politie laten beide weten dat snelheid slechts één factor is in het flitsbeleid. Ook wordt gekeken naar het aantal ongelukken en de weginrichting. Op onze site en in onze app vindt u een speciaal themablok meer over de Gelderse wegen die in sommige gevallen dus als racebaan worden gebruikt. Er zijn meer maatregelen nodig om de Gelderse natuur te beschermen en te verbeteren. Herstelplannen zoals het terugbrengen van de stikstofuitstoot en het beter vasthouden van water zijn hard nodig. Dat zei provinciebestuurder Drent vandaag bij de presentatie van een rapport over de staat van de Gelderse natuur. Ik praat daarover verder met verslaggever Rick Bronkhorst. Rick, de provincie heeft dus de staat van de natuur laten onderzoeken. Hoe ziet het eruit? Nou, het ziet er niet goed uit, want het gaat gewoon ook niet goed met de natuur. Maar er is dus wel wat aan te doen. De provincie heeft namelijk in een aantal natuurgebieden al herstelmaatregelen genomen. En ze zijn vol zelfvertrouwen dat die effect hebben. Wat we zien is dat onze maatregelen beginnen te werken. Dat we zien dat als we vasthouden aan de route zoals we hem hadden ingezet, dat onze natuur niet verder verslechtert. Dat die op een aantal plekken verbetert. Zijn we er dan al helemaal? Nee, dat niet. Maar we zien wel een stip op de horizon die laat zien dat we echt met de juiste knoppen bezig zijn om aan te sturen met elkaar. Rick, klinkt dus allemaal redelijk optimistisch, hè? Is het ook zo rooskleurig? Nee, zeker niet, want het gaat dus niet goed met de natuur en er moet nog heel wat gebeuren om de natuur weer beter te maken. Nou, de provincie die wil daarvoor extra maatregelen nemen, zoals het verjongen van het bos, het uitkopen van boeren en het veranderen van het waterpeil. Dat zijn wel hele ingrijpende maatregelen die veel effect ook hebben op de omgeving en op de Gelderlanders. En de provincie wil daarom het proces ook heel zorgvuldig aanpakken om iedereen mee te krijgen. Nou ja, het duurt nog wel eventjes, want de provincie wil daar de komende 10 tot 15 jaar voor uittrekken. Goed, Rick Bronkhorst op de redactie, dankjewel. Ja, natuur, klimaatverandering, droogte, het hangt allemaal met elkaar samen. De kloosterboeren, die hun boerderij in het gebied tussen Hengelo en Zelhem hebben, waren blij met het natte voorjaar. Maar nu er 14 dagen geleden voor het laatst een bui viel, merken ze alweer dat de droogte toeslaat. Samen met de provincie Gelderland, drinkwaterbedrijf Vitens en de gemeente hopen ze nu een toekomstplan te kunnen maken. Afgelopen winter was eigenlijk gewoon een prachtjaar voor ons.
We hebben op dit moment al twee sneden gras erin. We hebben de mais in de grond zitten. Alleen nu was het inderdaad 10 dagen droog. En alle voorraad, die denkt van al die overmaat van water, die is al weg. De eerste pijlbuizen die geven een signaal af van een behoorlijke daling van ongeveer 3,8 centimeter per dag. Die snelle daling van het grondwater geeft wel aan dat dit een bijzonder gebied is. Niet alleen boeren en burgers hebben het water nodig, ook drinkwaterbedrijf Vitens pompt veel water uit het gebied. De kloosterboeren zijn al een aantal jaar bezig om te kijken of ze water langer vast kunnen houden. En nu denkt iedereen mee. Maar dat is een verschrikkelijke uitdaging en dat is absoluut niet simpel. De belangen zijn heel erg verschillend en een van de mogelijke scenario's is kiezen. En natuur is er, winning is er. En uit de winning weg is heel simpel gezegd, maar maatschappelijk gezien is dat een antwoord die niet klopt. Boerenweg wel? Boerenweg is eigenlijk ook niet. Wij zitten er ook. Als er keuzes gemaakt moeten worden, zijn wij de zwakste. En dan heb ik hier een boerderij staan van 3 generaties. Die hoeft mij zo niet meer over te nemen. En dat doet heel zeer. Hopelijk leven. Ja, ik wil die boerderij niet opgeven. De provincie Gelderland laat weten dat er in november een besluit valt over hoe het verder moet met het gebied. Een uitgebreidere reportage vindt u op ons YouTube-kanaal. Straks in deze uitzending een sportieve prestatie om geld op te halen voor onderzoek naar ALS. Na de Alpe d'Huez vorige week wordt morgen de Mont Ventoux beklommen om onderzoeksgeld op te halen. De Graafschap is financieel gered. Aandeelhouders en sponsoren trekken de portemonnee om het gat in de begroting te dichten. Gisteravond was de crisisberaad nadat bekend werd dat er een tekort van ruim 1 miljoen euro is ontstaan. Financiële problemen kwamen laat aan het licht en daarom moet er in de toekomst meer en eerder verantwoording af worden gelegd. Eerder was al duidelijk dat de begroting en het spelersbudget omlaag moeten. Maar door het extra geld kunnen er wel 2 of 3 spelers voor het nieuwe seizoen worden gehaald. Honderden werknemers van Gelderse sociale werkbedrijven waren vandaag bij een massale landelijke demonstratie in Utrecht. Onder andere werknemers van het Arnhemse werkbedrijf Scalabor voerden actie. Een groot deel van hen werkt bij een tuincentrum en ze vinden dat ze daar worden onderbetaald. Een exemplarisch voorbeeld volgens vakbond FNV. We hebben hier te maken met mensen die in de sociale werkvoorziening werken. Die in tegenstelling tot hun collega ambtenaren geen loonsverhoging hebben gehad en nog steeds op 10 cent reiskostenvergoeding zitten. Wij zeggen dat is discriminatie, dat is schending van de grondwet. En daar staan deze mensen hier vandaag voor. Patiënten van revalidatiekliniek Klimmendaal in Arnhem kunnen vanaf maandag in een andere polykliniek of op hetzelfde terrein terecht. Afgelopen maandag woedde er brand in het revalidatiecentrum. 9 patiënten die permanent zijn opgenomen en directe zorg nodig hebben, werden gisteren al naar de locatie van Klimmendaal in Apeldoorn gebracht. De brand was in een technische ruimte en er raakte niemand gewond. Waar komt je melk vandaan? Of het vlees op je bord? Mochten leerlingen van de basisschool dit niet weten, dan kunnen ze daar deze week achterkomen tijdens de week van de klassenboeren. Leerlingen krijgen rondleiding op boerderijen, zoals op het melkveebedrijf van Marcel en Ria Derks in Overasselt. Waar komen deze producten vandaan? Het lijkt voor de hand te liggen, maar voor iedereen is er een moment dat je iets voor het eerst hoort. En er werden dingen voor het eerst ontdekt vandaag. Als kaas van melk is gemaakt. Dat wist je nog niet? Nee. Nee? Ik dacht dat het van kaas was gemaakt, kaas. Daar doen we dit ook voor, om kinderen kennis te laten maken waar het voedsel werkelijk vandaan komt. Marcel en Ria Derks geven wel vaker rondleidingen voor scholieren. Maar in deze week van de klassenboeren zijn de rondleidingen gratis. Soms zijn de vragen best lastig. Bijvoorbeeld waarom deze 2 dagen oude kalfjes niet meer bij hun moeder staan. Dat ze dan krijgen ze geen binding bij de moeder. Ja, wij kunnen de koeien niet zo houden dat ze allemaal erbij kunnen laten. Dan moeten we een hele andere stal gaan bouwen met veel meer ruimte. Ria en Marcel willen wel het eerlijke verhaal vertellen over de kalfjes. Dat is de werkelijkheid. Zo moeten wij daarmee om. Het is ook een stukje veiligheid in zo'n grote groep. Als je daar de kalfjes bij de koe laat, ja, dan worden ze al vertrapt. Deze kinderen hebben veel van de excursie geleerd. Maar of iedereen ook meteen aan de melk gaat? Drink jij veel melk? Nee. Waarom niet? Dat het vies is.
Een week na Alpe d'Huez, waarbij geld werd ingezameld voor de strijd tegen kanker, is er morgen opnieuw een evenement waarbij geld wordt opgehaald. Tijdens de Tour de ALS fietsen en lopen patiënten, vrienden en familie van ALS-patiënten de Mont Ventoux in Frankrijk op. Voor het goede doel. Een van hen is de 54-jarige Anneloes van der Zee uit Arnhem. Morgen beklimmen honderden wielrenners, hardlopers en wandelaars weer de Mont Ventoux. Tijdens de 11e editie van de Tour de ALS. Zo ook Anneloes, die vorig jaar de diagnose ALS kreeg. Samen met haar man Fokko gaat ze op een aangepaste fiets de berg op. ALS is een ziekte die al je spieren aantast. Je verliest al je kracht. Er is dus geen medicijn. Er is een patiëntengroep van zo'n 1500 mensen. Waar per jaar 500 mensen bijkomen, maar helaas ook 500 mensen afvallen. Er is nog geen medicijn tegen de ziekte. De diagnose ALS is helaas nog steeds een doodvonnis. Nou, alle onderzoeken die lopen zijn afhankelijk van subsidies die gegeven worden. En daarvoor is het inzamelen van het geld via bijvoorbeeld deze actie Tour de ALS heel belangrijk. Morgen is dus de grote dag. Inmiddels heeft Anneloes al ruim 30.000 euro aan sponsorgeld opgehaald. En dit was het Gelders Nieuws. Op onze site en in onze app leest u onder meer over de brandweer die begonnen is met verkenningsvluchten boven de Veluwe. Doel is om eventuele natuurbranden snel te ontdekken. Zometeen krijgt u nog het weer en ik wens u nog een fijne avond. Toename aan bewolking heeft niet alleen maar nadelen, want vooral als de zon laag aan de hemel staat, wordt de onderkant van die bewolking heel mooi opgelicht, zoals vanochtend ook aan de hand was in de buurt van Nijmegen. Ja, vanmiddag waren we waarschijnlijk toch wel iets minder blij met die bewolking. De zon ging er achter schuil en heel af en toe leverde die bewolking ook een spatje regen op. Morgen zien we vanuit het oosten nog steeds de aanvoer van wolkenvelden. In de middag komen ook stapelwolken tot ontwikkeling. Vooral aan het einde van de middag, begin van de avond, kunnen die stapelwolken vooral boven de Achterhoek nog uitgroeien tot een enkele bui. We zien die stapelwolken heel mooi hier terugkomen in de modelberekening, die losse plukjes bewolking. En in de avond lossen die stapelwolken dan ook weer op en krijgen we steeds meer opklaringen. Vanavond en vannacht een wisseling dus van wolkenvelden en opklaringen. Vanuit het oosten worden die wolkenvelden aangevoerd. Minimumtemperatuur ligt rond 10 graden met een matige noordoostenwind. En vanaf morgen wordt het startschot gegeven van een warmere periode. We gaan een zomerse dag krijgen in Gelderland met temperaturen hoger dan 25 graden. In de Achterhoek zelfs 27 graden als maximumtemperatuur. En daar later op de dag dus kans op een enkele bui met vooral in de middag dus ook stapelwolken. En na donderdag gaat het nog een stukje warmer worden. Want vrijdag gaan we al richting 30 graden. Blijven we daar waarschijnlijk nog net iets onder steken. Maar op zaterdag en zondag is het 30 graden. Met later op de zondag nog kans op een regen- of onweersbui. En na het weekend gaat de temperatuur geleidelijk een beetje omlaag. We zien hier die 30 graden tijdens het weekend. En daarna vlakt de temperatuurpluim geleidelijk weer af. Dus lijkt een einde te komen aan die tropische temperaturen. Maar vooral zaterdag en zondag in Gelderland dus kans op 30 graden.